allemaal, leuk dat je kijkt naar onze nieuwe video. Yes. Een video die enorm vaak is aangevraagd. De famous Q&A van Laura Pontecorvo en Ryan Reiger. Jullie zien natuurlijk mijn vriend best wel vaak in de video's voorkomen, in de vlogs. En we zagen gewoon heel vaak vragen staan. Mensen waren gewoon heel erg benieuwd over, ja, over ons. Ja. Dus, ik heb een foto geplaatst op Instagram. En heb echt iets van 400 reacties gekregen. Dus daar gaan wij gewoon een paar van behandelen met z'n tweetjes. Leuk. Hartstikke leuk. Noem je degene voor wie die vraag is of zo? Oh, ja, dat is goed. Oké, eerste vraag van ilhampje_xx. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Jezus. Dat mag jij wel even vertellen. Het is wel een leuk verhaal. Ja, we hebben elkaar al, denk ik, al een jaartje of vijf stiekem dat we elkaar wel zagen op afstand of zo. Ja, we hadden echt altijd al oogcontact met elkaar. Ja. Zeker maar 5 jaar lang. Ja. Tijdens het uitgaan. Zij was die arrogante... Helemaal niet. Nee hoor. Jij was die arrogante boy. Oh, was ik die arrogante? Ik kreeg alleen een blik, maar je kwam nooit met me kletsen. Nee, omdat ik dacht van, ja, ik krijg zoveel aandacht, dus laat die chick ook maar. Whatever. En toen was het in de Thalia, toch? Ja, in Italië en Rotterdam. Dat was het hele lange oogmomentje. Want normaal was het van oogcontact en weer weg. En die was zeg maar heel lang. Ja. En een maand later ging ik naar jouw feest. Ja, want zij... ik gaf organiseren een evenement Black Tie in de Cruise Terminal. En een van onze artiesten die daar toen draaide, die kende zij. Ja. En zij kon geen kaartje meer krijgen, want het was totally sold out. Ja. En toen zat ik dus met hem in de auto en toen zei hij van ja, een vriendin van mij, Laura Pontecorvo, die wil graag naar jouw feestje toe, en, maar kan je misschien nog wat regelen? Ik zeg, toen dacht ik, oh, wacht eventjes, dat lijkt me wel een goeie. Ik dacht, weet je wat, laat ze mij maar bellen, toch? Ja. Nee, geef me haar nummer maar, dan ga ik haar wel bellen. Dus toen heb ik haar gebeld, ja. Naast hem. Mm-hmm. En ik had ineens een of andere Ryan aan de lijn, geen idee wie het was, over zijn feest en dat hij wel kaartjes kon regelen, maar en bla bla, een heel verhaal. En toen halverwege het gesprek kwam ik eigenlijk achter dat ik de jongen aan de lijn had waar ik al 5 jaar lang oogcontact mee heb. Juist. En dat was stiekem wel heel leuk. Het was heel leuk. Vanaf dat moment hebben wij elke dag met elkaar zitten appen. En toen heb ik het tijdens het evenement ingepakt. Toen was ik smorverliefd. Hij had natuurlijk black tie, mannen in pak, strikje om. En ik was al bij de VIP. Ik was al helemaal begeleid naar de VIP-tafel. En nou, ik denk dat ik daar een half uur heb gestaan met mijn vriendinnetje. En op een gegeven moment komt hij door de menigte en door de drukte aangelopen in black tie. En ik was, nadat we echt al heel veel app-contact hadden, was ik echt op slag verliefd. En vanaf dat moment is de game on, bitch! Isabelle Voskamp. Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Dan mag jij beginnen. Oké. Ik vind het allerleukst aan Ryan dat die... ik vind alles leuk aan hem. Nee, wat ik echt heel erg leuk vind aan Ryan is dat hij heel erg gedreven is. Heel erg gemotiveerd. Heel erg een doel heeft in zijn hoofd en dat gaat hij ook bereiken, hoe dan ook. En die drive en die passie vind ik zo aantrekkelijk aan een man. Want daardoor... maakt hij dat ook weer los bij mij. En merk ik gewoon sinds ik een relatie heb met hem, dat ik ook gewoon een andere visie heb. En dus hij haalt het beste in mij naar boven. Wat dus heel fijn is om erachter te komen tijdens de relatie. Maar wat ik vooral heel leuk vind is dat hij heel lief voor me is. Hij houdt van koken. Ik kan niet zo goed koken. Liefde gaat door de maag bij mij. Dus als hij dan weer in de keuken staat en hij maakt weer een of ander fantastisch gerecht, ja, dan smelt ik iedere keer weer. En hij is heel grappig. Ik heb elke dag slappe lach om hem. En ik zeg altijd zo, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus sinds ik hem ook in mijn leven heb, ben ik ook nog vrolijker dan ik eigenlijk altijd al was. En heb ik gewoon meer lol en plezier in het leven. Dat is gelijk een goed bruggetje naar wat ik zo leuk vind. De haarpositiviteit. Ik heb, ik ben al wat ouder ook in het leven. En ik heb denk ik voor het eerst in mijn leven zo iemand meegemaakt die zo positief is. Dat, ja, dat zie je heel vaak voorbij komen. Acteert je dat niet? Nee, dat is gewoon echt Laura. Zij is gewoon echt vanaf 's morgens tot en met... Zelfs in de slaap ligt ze zo en een dik smaak slapen. Dus dat is gewoon wat zij is. En ik denk ook wel dat dat wel mij die energie geeft wat ik eigenlijk gewoon nodig heb. Dat me erg gelukkig maakt en dat we gewoon zo positief met elkaar kunnen zijn. Ja, maar ook naar alles en iedereen om me heen. Weet je, ze brengt gewoon altijd
mijn kinderen, mijn vrienden. Het is gewoon altijd fun, weet je wel. En dat is gewoon mijn juju. Juju! Nikki Cornelissen X. Wat is het leukste wat jullie ooit samen hebben gedaan? Jezus. Eigenlijk vind ik alles wat we doen ontzettend leuk. Maar wat ik nooit meer zal vergeten, is onze eerste vakantie. Toen gingen we naar Curaçao. Ja. En ik ben 7 oktober jarig. En we waren precies in die week ook op Curaçao. Toen heeft meneer eigenlijk mij helemaal verrast op mijn verjaardag. En hebben we echt zoveel mooie romantische dingen gedaan. Ja, en dat was echt van 's ochtends vroeg. Met een picknickmandje naar onbewoonde eilandjes, naar flamingo's, naar weet ik veel. We hebben zoveel gedaan op één dag. En elke keer was weer een verrassing voor me. Dus we sprongen weer in de auto. En toen dacht zei ik, waar gaan we naartoe? Toen zei hij, wacht maar. En dan reden we weer ergens naartoe. En dan, weet je, sprongen we in een boot. Ik zeg, waar gaan we nu weer naartoe? Toen zei hij, wacht maar. En dan gingen we naar een of ander prachtig strandje. En zo verliep dan de hele dag tot 's avonds laat. Dus dat was echt wel... Dat was wel een tip, want je kan dus zeg maar zo'n klein mandje, dat kon je dan, die wordt dan afgeleverd bij ons. En daar zat echt van alles lekkere in. Dingetjes in. Dus voor mij was het ook een beetje een verrassingje. En daarnaast hebben we gewoon eigenlijk heel veel mooie plekken gezocht op het eiland. En tijdens zonsondergang, al picknickend op het zand met een kleedje, lagen we in elkaars armen. Ja, en toen zijn we op een gegeven moment, zij vergeten ons wakker te maken daar. Weet je dat nog? Ja, en toen was het hek dicht. We konden niet weg. Gelukkig kwam een of andere vrouw in de middle of nowhere. Nee, het was toen bevrijd. Dus het was ook via nog wel... Facebook bevrijd. Het was ook nog heel spektakel uiteindelijk geworden. Oh my god, het was spannend. Uiteindelijk waren we echt 11 uur 's avonds thuis gekomen. Maar dat was echt een dag om nooit te vergeten. Ja, legendarisch. Voor jou ook, hè? Ja, zeker. Oké, volgende vraag. Charlotte Metselaar vraagt, willen jullie... Met nog 2500 andere spreken. Ja. Willen jullie samen kids? Ik zeg altijd, kids willen, kids krijg je. En als daarboven iemand bepaalt dat wij ooit samen kids krijgen, dan krijgen we dat en staan we ervoor open. Maar het is niet bewust dat dat boven ons verlangenslijstje staat. Nee, ik zeg altijd, nu nog niet. Maar als het nu zou gebeuren, ja, dan zal ik het natuurlijk nooit weg laten halen. Maar ik heb wel altijd gezegd van, als ik strakjes, weet je, over 5, 6 jaar er wel echt aan toe ben... En het mag en het kan lichamelijk, want dat weet je natuurlijk als vrouw zijnde ook nooit. Dan is het natuurlijk een mooi cadeautje. Ja, zeker weten. Aden.x of j.eden.x. Wat vinden jullie mooi aan elkaar en wat niet? Oh, zo. Succes. Begin ik? Ja. Wat ik heel mooi aan Rijn vind, is alles, nee. Is zijn postuur... Ja, ik weet niet. Shit, hoe ga ik dat nou zeggen? Ik vind alles mooi aan hem. Dit vind ik moeilijk. Maar ik vind wel het lekkerste stukje waar ik altijd het liefst aan ruik en kusjes geef, is dan toch wel zijn nek. Ik zit altijd met mijn neus in zijn nek. Soms wordt hij er helemaal gek van, maar dat is wel echt mijn favoriete plekje. En wat vind ik niet mooi aan je? Ja, ik denk dan toch... Je kleine teen? Mijn kleine teen? Ik weet het niet. Ik vind niks niet. Ik vind iets niet lelijk. Dat komt dan goed uit, want zij heeft 1 hele lelijke grote teen. Vind je die niet mooi? Die blauwe nagel. Vertel dan hoe je haar hebt genoemd. Die tweede teen. Kareltje. Kareltje. Zij heeft zeg maar, je hebt van die mensen die hebben dus een grote teen en dan zo'n lange ernaast. En dan weer, dus die lange is groter dan die... Duim. Dan de duim zeg maar. Dus die noem ik Kareltje. Ja. Maar het is niet dat ik die per definitie lelijk vind hoor. Wat vind je mooi aan mij? Ja, wat vind ik mooi? Heb je eventjes, dan moeten we denk ik nog een keer Q&A gaan opnemen. Ik vind alles mooi. Nee. Maar ik vind, ja. Ja, ik denk... Moet ik iets kiezen? Ja. Neusje. Mijn neusje? Mijn neusje. Kimberly Koopstra vraagt, wat is Luca van jou? Die vraag zie ik nog steeds vet vaak staan. Ja. Dus we gaan het gewoon nog heel duidelijk zeggen. Is mijn eerste zoon. En dat is dus mijn kind. En dat maakt Laura... Een stiefmoeder. Een stiefmoeder. Bonusmoeder, cadeautjesmoeder. Of de boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder. Maar ja, ondertussen hebben we zo'n goede band dat ze... Ja, dat is vaak... Ik krijg vaak nog... discussie met hun tweeën in plaats van met mezelf alleen. Dus ze trekken vaak de partij voor elkaar dan voor mij. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon onderdeel van ons team en is het gewoon geheel van ons family. Dat is gewoon ons gezinnetje. Ja. Isha 14.ig.
Wat is het leukste en slechtste eigenschap van jullie? Mijn slechte eigenschap van mezelf is... Ik ben perfectionistisch. Heel lastig. Heel vermoeiend. En dat was ik heel vermoeiend. En dat is ooit gegroeid, denk ik. Dat, maar naarmate je ouder wordt, kom je wel achter dat je dat wat moet minderen. Dus dat is een slechte eigenschap. En mijn leukste eigenschap is... Ik ben wel, denk ik, echt een mensenmens. Ik hou van gezelschap. Ik doe altijd mensen om me heen. Ik hou van warmte, liefde. En dat is wel een beetje mijn ding. Bij ons is het altijd een soort van open huis. Iedereen is welkom. Lekker veel eten. Iedereen moet kunnen eten. Gezellig met elkaar zitten. Babbelen. Geintjes maken. Plezier. Ja, dan een warm familiemens ben jij. Ja. Goed, mijn slechte eigenschap is dat ik echt heel chaotisch kan zijn. Heel chaotisch. En daardoor ook wel druk in mijn hoofd ben. En dan een voorbeeld. Dan heb ik bijvoorbeeld wat vriendinnetjes of zo. Die me dan hebben geappt. En dan lees ik dat. Denk ik, oh ja, ga ik zo even antwoorden. En dan ga ik weer door in mijn drukke bestaan. En dan vergeet ik eigenlijk terug te antwoorden. En dan ja, kan je wel mensen ook kwetsen, zeg maar. Hè? Dus ik ben niet heel erg... Hij zegt ook vaak van, app dan meteen terug. Want ik laat dat dan heel vaak liggen. Omdat ik gewoon met 101... duizend andere dingen bezig ben in mijn hoofd. Dus dat is wel echt een beetje mijn mindere kant. Hè? Het chaotische. Ja. Het rommelige. En mijn positieve of mijn goede eigenschap is dat ik ook wel echt een mensenmens ben. Met jou ontwikkel ik dat nog meer. Omdat we nu natuurlijk een grote familie zijn. En dan toch het positieve. Het zonnetje in huis. Maar dat wordt ook wel weer aangemaakt door de mensen met wie ik ben. Ja. Dus zo vullen we elkaar wel goed aan, denk ik. Make-up bij Toep. Trouwplannen? Vraagteken. Laura? Ryan? Laura gaat mij ooit een huwelijk vragen. Dat wisten jullie nog niet. Laat maar in de comments weten. Dat is toch niet oké? Okay. Een man moet de vrouw ten huwelijk super vragen. Modern. Hij doet stuur. Hij is stoer. Stuur. Jij gaat stuur. Jij gaat me sowieso ten huwelijk vragen. Dus ja, dat is gewoon heel cool. Okay. Als je gewoon als man zijn kan zeggen dat zo'n mooie vrouw is Laura Pontecorvo jou ten huwelijk heeft gevraagd. Laat mij wat grappigs vertellen. Jullie weten dat hij een event organizer, hoe je het ook maar noemt, organisator, whatever. Jij houdt ervan om dingen te organiseren. Jij houdt ervan om de mensen die je lief hebt te verrassen. Dus jij hebt al lang in je hoofd hoe jij die dag gaat uitplannen. Hoe jij mij ten huwelijk gaat vragen. Kijk, als je dan een organisator bent en dingetjes organiseert. Heb je één dag in je leven, wil je het gewoon loslaten. Wil je gewoon echt zo zitten op de troon. Mijn moeder heeft mijn vader ook ten huwelijk gevraagd. Oh, die is hier. Dus ik zeg, vallen moeders. Praat met je dochter. Maar we gaan denk ik ooit wel trouwen. Wie vraagt, weten we nog niet. Maar zo'n mooie dag met alle mensen die we lief hebben, gaat wel mooi zijn. Het zou wel spannend zijn, ja. Een witte jurk? Groene jurk. Wit. Groen. Hoe lang zijn jullie al samen, vraagt Anna_Wilbrink. Iets langer dan 2 jaar. Ja, iets langer dan 2 jaar. Maxime FM. Is Ryan nooit jaloers op de relatie die jij hebt met Fred? Oh, jezus. En, nou, ben je jaloers? Ja. Eerlijk gezegd ben ik best wel jaloers, want Fred is, ik vind Fred zo leuk, Fred is helemaal mijn ding. Dus ja, nee, Fred is echt maar gewoon ondertussen ook een echte mattie geworden en we kunnen het heel veel met elkaar, we heel goed met elkaar vinden. Sterker nog, ik ben altijd degene die zegt van, moet Fred niet mee? Of is Fred er niet bij? Dus ja, Fred is gewoon een onderdeel van ons ook. Net als hoe mijn kinderen dat zijn, is Fred ook gewoon iets wat met Laura is meegekomen en wij zijn met z'n allen gewoon één happy big family. Ja. Ja, ze zijn ook wel echt vrienden geworden. Ze zijn ook heel vaak met z'n tweeën soort van helemaal in de flow met elkaar. Dat ik denk, oké, ik laat jullie wel alleen. Jullie hebben het blijkbaar heel gezellig zonder mij. Dat is ook mijn BFF. Ja, je hebt er wel ineens een nieuwe BFF bij, ja. Rachel Corselius. Ja. Hoe zit het nou met Ryan zijn kinderen? Heeft hij naast Ryan nog een jong dochtertje? Naast Ryan, ja. Naast Luca en Ryan. Nog een jong dochtertje. En waarom wordt het geheim gehouden? Het wordt niet geheim gehouden. Ik heb inderdaad 3 kinderen. Luca, Rayas en Bowie. Alleen Bowie is gewoon nog zo jong dat ik gewoon persoonlijk voor kies om nog niet haar in beeld te laten. Dus ja, het is gewoon een bewuste keuze. Er zit geen reden achter voor de rest. We vinden dat gewoon zelfs nog te jong. Ja, haar nog te jong omdat ze zelf nog niet kan bepalen van ik wil op internet. Ja. Daar is ze gewoon, daar snapt ze natuurlijk nog helemaal niets van. Nee, en ik vind ook gewoon voor de groei van zo'n kind vind ik het ook nog niet. Geen toegevoegde waarde dat zij zichzelf al laat zien terwijl ze zelf nog niet eens nee.
benul heeft van wat het is. Weet je wel? Dus, en Rayas, die is nu 11. Ja, en die vindt het zelf leuk. En die vinden dat hartstikke leuk. Dus dan mogen ze het zelf bepalen. Dus dat is de enige reden. Ja, en Lau kan er gewoon heel, heel goed mee omgaan. En dan ben ik heel, heel blij met die kinderen. Die vinden het ook echt fantastisch. Want als ik ze ophaal als eerste... Is Laura er ook? Het zijn wel echt cadeautjes. En hetzelfde is ook... Is Alfredo er ook? Dus ja, dat is wel heel leuk. Dus ik bedoel, daar zijn we heel blij mee. Ik zeg het nu niet omdat jij naast hem zit, maar hij heeft echt hele leuke kinderen. Ze hebben alle drie, zijn ze heel uniek. Ze zijn hartstikke leuk, ze zijn lief, ze zijn grappig. En als ze er zijn, we zijn ook heel vaak dat en Luca en Rijs en Bowie, dat we gewoon met z'n allen er zijn. Fred er ook bij. En dan is het gewoon inderdaad, zoals jij net al zei, one big happy family. Ja. Dus ik ben er juist heel erg blij mee. En joh, als we wie weet ooit wel een keer een kindje krijgen over een paar jaar, dan zijn we gewoon nog groter. Koyman Ellen vraagt, als je een ander zou omschrijven met een dier, welk dier zou dat dan zijn en waarom? Wat voor dier ben ik? Jezus. Ryan, die kun je ook gewoon omschrijven als een leeuw. Een leeuw? Ja, okay. Een krachtig dier, die weet wat hij wil, die krijgt wat hij wil, die er gewoon achteraan gaat. En hij ziet er super knap uit. Net als een leeuw. En Laura kan je omschrijven als zo'n heel schattig klein eekhoorntje die de hele dag druk bezig is van op naar her en druk, tak, spring, tak. Maar af en toe toch wel even omlachen, maar ook altijd gewoon in haar eigen wereldje gewoon bezig is. En maar gewoon heel erg bewegelijk, dus ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is. Ja, oké. Ik ben Lion, Ryan Lion. Ryan Lion, baby. Jeetje. Heftig. Die is wel heftig. Kirsten Mathilde vraagt, stel jullie zouden nog maar 1 week met elkaar kunnen doorbrengen. Wat zouden jullie dan doen? Wat zou jij doen? Oh, ik moet daar niet aan denken. Nee. Ik moet daarover nadenken. Gewoon 1 week met jou en daarna nooit meer? Nou, dan zou ik gewoon de hele dag in zijn nek liggen ruiken gewoon. Zo, ik zou ook echt de hele dag in het bed liggen en gewoon niks doen. Verstrengeld in elkaar, in slaap vallen gewoon de hele dag. Luisteren naar de ademhaling gewoon. Ruiken, snuffelen, aan mijn jojo. En dan gewoon, ja maar een week, wat een enge gedachte. Nee, dan gaan we, dan wil ik ook, ik krijg ook kippenvel. Niet oké. Okay. Nee, doe maar niet. Wat is jullie favoriete vakantieland? Vraagt Eva Nauta. We zijn wel echt heel erg verliefd op Curaçao, omdat het heeft gewoon ons hartje gestolen. Dat is gewoon ons plekje, zeg maar, dus dat doen we sowieso proberen 1 keer per jaar te doen. Thailand heeft ook al ons hartje veroverd. Ja, maar dat is eigenlijk denk ik echt over, want dingen ook, Monaco is ook top. Ja. Dat is gewoon waar we heen gaan, dat is gewoon leuk. Ja, en we gaan nog zoveel meer landen ontdekken. Ja, nee, klopt. We hebben echt niet 1 vaste plek. Ryan vraagt Soar 32745. Wat was je eerste reactie toen je Laura voor het eerst zag? Spread the word, baby! Eerste reactie? Ja. Damn. Damn? Damn, she's hot. Laatste vraag. A.Telusa. Hoe zien jullie jezelf over 5 jaar? Net zo leuk, net zo gezellig, net zo verliefd, net zo romantisch. Als nu, zeg maar. Oh. Gewoon samen op deze bank. Gewoon genieten van elkaar. En hopen dat jullie nog steeds voor ons aan het genieten zijn. En dat is misschien ook gelijk een goed moment om hem af te sluiten. Ja, we gaan hem afsluiten. Hebben jullie genoten van deze Q&A? Doe een duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En laat een leuke comment hieronder achter. Een comedy of een comment? Een leuke comment. Een comment. Maar dit is ook wel een comedy. Ik vind dat je het goed doet, schat. Ja, vind ik. Ja, ik ben hartstikke trots op je. Dank je wel. En voor iemand die dit helemaal niet gewend is voor de camera dingen doen, doet hij gewoon even. Ik ben trots op jou. Dankjewel iedereen. En tot de volgende keer. Ciao. Doei.